Zo. En ik ben onderweg naar werk. Ja, ik ben er al. En het is nog redelijk vroeg, het is 9:10. So I'm on time. Ik heb lekker een caramel iced macchiato gemaakt. Zo lekker, het smaakt echt naar Starbucks. Yummy. En voor de mensen die dit niet weten, Lo en ik gaan elke dag naar ons kantoor. Behalve in het weekend dan, soms wel. Van 9 tot 5, als het niet langer is. Zo. Zo lekker. Nu zie ik mijn outfit wat beter. Flame tea. En LA Sisters Ripped Flare Pants. Go order yours now, nu het nog kan. Een nieuwe collectie komt eraan. En dan gaat hij natuurlijk eruit. Zo. Oh, Jasmina. Heb jij lekker broodje Valentino meegenomen? Yummy. Wat heb jij genomen? Ik heb kalkoen. Jij hebt salami, hè? Ja. Wat is dit? Oh, deze is voor jou. Deze dan voor jou. Zo, wat een lang broodje. Ja. Thank you. Het is zo lekker. Het is gewoon een broodje salami. Met kaas en sausen erop. Eet smakelijk. Wij gaan voorraadstickers plakken in onze ramen. Want we zijn natuurlijk een voorraadmerk en dat moeten onze klanten wel zien. En papa gaat ons daarbij helpen. Nee, dit is te hoog. Dit is goed. Zo doen we het in het midden. Zo hoog? Ja. Nee, we doen het precies eronder zo. Ja, is goed. Want dan zien mensen het. Oh, loop lekker op je sokken. Yay! Voorraad. Waarom is hier vast dan? Hij zit er helemaal geplakt, hè? Moet je alleen de onderkant eens doen, zo. Zo goed, Loos? Ja, ik moet hem alleen, ja. Iets omhoog. Zo? Ja. Goed zo? Kijk even dan. Ja, is goed. Top. Ja. Gaat hij weer een hoed maken? Gaat hij weer een kroon maken hoor. Oké, dat heb je niet gezien. Maar. Vind je dat cool? Ja, ik weet niet of het cool is. Maar sommige mensen willen een mutsje op. Yay, we're ready for today. Yay! Kijk hoe leuk. Ik heb net een pakketje binnen gehad van Benefit. En er zijn veel items voor de brows gegeven. Wat is dit? Even kijken. Kimmer Brow. Ik ga dit even vanavond lekker allemaal uitproberen. En dit lijkt me ook heel handig. Voor poriën. Ik heb soms nog wel eens dat je mijn poriën ziet door mijn foundation heen. Volgens mij is het echt top. Thank you, Benefit. Zo, de week zit er alweer op, hè, meiden? Dat is snel gegaan. Ja. Nee, ik ging niet inzoomen. Ik zag het. Nee. Nee. Het ging inzoomen in. Nee, ik ging niet inzoomen. Oké, deur is op slot. Tjallas. Goedenavond. Zoals je kan zien heb ik mijn sportkleding aan, want ik ga weer beginnen met trainen. Ik heb echt een half jaar niks gedaan. En Nancy, mijn vriendin met wie ik altijd sport, die zei ja Am, we moeten nu wel echt weer gaan beginnen met trainen. En ik vond eigenlijk ook wel dat ze gelijk had. Dus ga ik weer beginnen met sporten.
En als je het leuk vindt, dan kan ik ook wel een keer een filmpje opnemen van wat voor oefeningen ik allemaal doe. Dan moet je even in de comments laten weten, als jullie het leuk vinden. Het gaat weer beginnen, jongens. We beginnen rustig op de loopband. Een beetje wandelen. Wat gaan we doen, Hen? We gaan buikspieroefeningen doen. We gaan hier benen spieroefeningen doen en gaatjes verloren. Oké. Okay. Zo, we hebben echt weer eens lekker getraind vandaag. Maar nu wil ik dus eiwitshakes gaan drinken. Want ik denk dat dat wel goed is. Maar hebben jullie tips voor mij? Welk merk qua eiwitshakes goed is, zodat ik dat kan gaan beginnen met drinken? Let me know, AUB. Yay, morning. Het is zaterdag. En ik sta nu bij Nancy voor de deur. Ik ga er even appen. Dat ik er ben. Wij gaan eventjes lunchen bij Jans, als het goed is. En dan gaan we eventjes lekker de stad in. En ik heb vandaag een Dior-bril. Jasje van de Sarah. Nieuwe bodysuit van LA Sisters. Love it. Jasje van Gucci. Broek van de Sarah. Nancy, where are you? Water. We zitten bij Jans. Hey Nan. Lekker cute uitzicht op Amsterdam. Dat ziet er lekker uit. Ja. Eet smakelijk. Echt hè, wat is de schade voor vandaag? Nee, even serieus. Hoe schattig is dit? Oh, ik moet echt mijn nagels doen. Eentje is eraf en deze moet echt bijgevuld worden. But I'm too lazy to go. Kijk hoe mooi de entree is van Jans. It's so cute. Walking on the Dam Square. A few moments later. Ik ben in de Sifu Bar. Hi. Met mijn lieve Kelly en Rowena. Maar wat moet ik nemen? Wij nemen oesters en mosselen. Oesters, dat heb ik zo lang niet gegeten. Love it. Lekker. Dit is veel te veel voor ons drie. Oh my god. Oh my god. Ik moest dus voor deze chickie Mackie halen. Hier, je Mac. Vreet jij. Smiegeltje onder je deken. Je hebt je kamer wel netjes opgeruimd, hè? Ja, ga weg. Waarom? Want ik zwerver ben. Is toch leuk? Dank je. Asje. Goedemiddag, het is nu 2:00, 2:15. Toch, As? Volgens mij wel. Volgens mij zoiets. En wij gaan nu eventjes naar de stad toe. Want het is super lekker weer. En ik moest dat terugbrengen van de Zara. Het is echt... heel mooi weer. Doeg Joke! Doei mam! Doeg! En we gaan weer eens een keertje met de scooter. Astrid en ik zaten bij elkaar op de middelbare school en toen deden we echt alles met de scooter. En nu ik zeg maar een auto heb, doe ik bijna niks met de scooter. Maar ik spring achter al heel erg. Yes! Jeugdcentrum. Echt, nee. Ik vertel het net, dat we op de middelbare school alles met de scooter deden. Maar we waren zo laag. We waren echt laag. Oh. 100 meter. Ah, blijf je nou shalom, het is warm. Nee, maar het is koud. Dat is ook heel niet ziek worden. Ik word ook vloggen. Vloggen als en lekker overbelicht weer. Als het gaat ook vloggen, jongens, wat zouden jullie daarvan vinden? Duimpje omhoog. Duimpje omhoog, like, abonneer. Hoezo zijn we zo... White chicks. We gaan nu... wat gaan we nu doen? Op naar de tennisbaan. Oh ja, we gaan tennissen nu. Kijken of we nog bij het paviljoen. Oh, ik bedoel, we gaan eerst eten bij het paviljoen en dan tennissen bij... Ik weet niet hoe het heet. Ik ook niet. De tennisschool van Busan. En ik heb vet veel... Maar ik heb eigenlijk echt trek in die carpaccio van de wonders, jij niet?
Die is wel lekker hoor, As. Die is wel lekker. Doen hebben ze ook echt lekkere dingen. Kan je aan het water zitten. Oké. We zijn bij het paviljoen in Twiske en we hebben bitterballen en een carpaccio. En wat hebben we nog meer? Frietjes. Lekker. Het is super lekker weer. Cheat day. Cheat day. Voor mij is elke dag cheat day, hè? Cheat day. Everyday cheat day. Enjoy. Kom eens. Wij zijn nu op de tennisbaan. Ik weet niet hoe deze club heet. Tennisclub, nou, het is in TV, tennisclub nog wat. Osaan, deze mag ik wel even uit gaan doen. Het is geen modeshow hier. Nee. Astrid en ik hebben allebei op tennis gezeten, maar voor mij is het wel echt al lang geleden. Zeg ja? Ja. Volgens mij was ik 12 of zo. En Astrid ook zoiets. Dus we gaan het zien wat we er nog van kunnen. Oh, shit, die zag ik niet. En wij hebben besloten spelletjes te gaan spelen vanavond. Woehoe. Game night. En we hebben even wat sushi besteld bij Sushi Kings. Oeh. Nee, je keek. ja. Ik ga wel die... That's what it's about. Akkoman. Of zo? Akkoman. Die zijn lekker. Nee, die hebben we toch al gehad? Oh nee, die heb ik al gezien. Ik weet waar die zit. Ik weet echt niet meer. Nou, oké. Oh nee. Oké, nu moet ik ook voor deze. Ja, ja. Oké. Is dat een ander? Ja. Oké, die wil ik. Huh? Nog een hier zo? Ja, ik ook. No. Ja, die is echt irritant. Die vergeten we de hele tijd.